kijken. Maar ik wil wel van binnen. Kijk, ik heb een half open lijn. Daar staat een pion. Even kijken, draagt hij wat? Hij draagt helemaal niks. Hup. Oh, nee, want... Ja, hadden we terug. Aanraken, zetten, maar het nog net. Kijk eens hier. Die stond gedekt. Hup, lag jij. We knallen er doorheen. Alleen die dame voorop, dat is niet zo handig. Misschien moet ik het iets anders aanpakken. Hij draagt hier wat. Dat voorkom ik even door die pion te spelen. En dan ga ik straks ga ik toch proberen... Ik ga verdedigen. Hij verdedigt, maar als je met 3 aanvallers niet genoeg hebt, moet je 4 aanvallen erbij. Maar hij komt er ook met zijn spullen bij. Die mag weg. Die wil je weg hebben? Ja, die wil ik. Nou heb ik een paar mogelijkheden. Ik kan een gratis paard voor. Ik pak hem eerst even, dat is veiliger. 11 seconden, dus ik moet het nou ontzettend snel zijn. Ik zie een paard vork. Nee, je ziet de paardvork. Maar goed, het is schaak. Dat staat gedekt door de... Chips. Die moet hij wel nemen, want anders dan gaat hij de mist in. Even geen... Oké, huppakee. Ik sla. Moei. Ik sla nog een keer. Ja, nee, het is... Die moet ik niet slaan. Ja, als je, dan moet je eigenlijk misschien wel staan. Wat heb je anders dan? Slaan, tussenplaatsen, uitwijken. Je kan niks tussenplaatsen, je kan niet uitwijken. Ik moet hem zo nemen. Oké, ik speel deze. Hij slaat hem. No, you touch swipe. Dat mag het publiek niet zeggen, maar daardoor heb ik nu verloren. Jij gewoon applaus voor kind. Ja. Allebei. Oh. Maar zo leer je een beetje. Slim gedaan. Hoe al die dingen samenhangen, hoe je een plannetje maakt. Vonden jullie dit leuk? Ja. Zullen we dit nog wel een keer doen? Ja, nog een keer. Nee, niet nu, maar ook tegen andere tegenstanders.